50 jaar Van den Bosch. Van den Bosch Transporten. Van den Bosch bij Van den Bosch. Van den Bosch. Een supermooi bedrijf. Ja, over wat het geworden is, wat het nu is. Dan kom je erachter dat het je 50 jaar niet zomaar even doet. Ja, je vergeet eigenlijk de intro's. Ik ben trots op Van den Bosch omdat we erin slagen om al 50 jaar lang voor een succesvol transportbedrijf te zijn. Tot op de dag van vandaag een bijzonder mooie onderneming is met een heel mooi product, een heel mooie dienstverlening. Dat ik heb mee mogen bouwen aan een onderneming zoals die nou staat. Ja, op het hele bedrijf eigenlijk. Een geweldige familie, een sterke organisatie, een schitterende onderneming. Ja, daar ben ik gewoon trots op. Ik vind het gewoon mooi dat we gewoon die dingen die we doen. Ja, omdat ze dan veel hebben bereikt. Het is gewoon een schitterend bedrijf. Ja, ik vind het knap dat uit niets zoiets kan ontstaan. Knap dat hij het zo kan behouden. Opa en papa denk ik tot zoiets hebben gemaakt. Ad heeft het goed gedaan. Peter doet het supergoed. Dat is gewoon iets om trots op te zijn. Hoe zou je Van den Bosch in het kort omschrijven? Ja, het eerste wat in me opkomt is groen. Ja, een prachtig dynamisch bedrijf om in te werken. Internationaal bedrijf. Altijd creatief. Hard werken. Uitdagend. No-nonsense cultuur. Altijd in beweging. Een familiebedrijf met een zeer innovatief karakter. Transportbedrijf van levensmiddelen. Een heel groot en succesvol bedrijf. Over de wereld en een beetje. Veel vrachtwagens. Het ziet er gewoon allemaal heel groot uit en het is wel mooi. Ja, gezellig, altijd leuk. In 1964 heeft Ad één wagen gekocht van zijn ouders. We hadden maar één auto, dus heel veel vervoer konden we niet regelen. Maar ik moest wel thuis blijven voor de telefoon. En toen kwam er weer een tweede wagen bij en een derde wagen. Ja, toen ik binnenkwam had hij 10 auto's en dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. Mijn vader vond ieder wiel wat hij op de weg kon zetten, vond die extra omzet. Daar was hij blij mee. En zo is het aan het rollen gegaan. En nadien hebben we op het industrieterrein grond gekocht, waar toen het eerste kantoor gebouwd is. Daar speelden wij. Daar hadden we touwen hangen met banden, met vrachtwagenbanden. Dat wij kranen vervoerden was heel indrukwekkend, van die grote rupskranen. Bedrijf en ons gezin, dat liep heel erg in elkaar over. Dat was één. Dat ging ook gewoon door in de weekenden. En dan moest ik mee en dan gingen we eten met z'n allen. Heel gezellig. En daar kwam weer werk uit voort. Ja, Assen en Neer zijn natuurlijk twee vestigingen die wij... Dat waren een van de eerste vestigingen die we openden. Heel apart, want we gingen Brabant uit, hè? We gingen naar Limburg toe. Die 100ste auto was natuurlijk een heel speciaal moment. 100 auto's, dus voor een ondernemer die zelf begint, is dat veel. Rom, rom, rom. Ja, de belangrijkste verschillen tussen toen en nu. Een hoop veranderd. Ontzettend veranderd. Geografie. De snelheid. En de auto's. We vervoeren nog steeds goederen van A naar B. Veel dingen zijn nog precies hetzelfde. Vroeger was alles veel kleinschaliger. Want vroeger had je gewoon niks. Vroeger zat er in die auto's een versnellingspook in. Chauffeurs hebben alles bij zich tegenwoordig. Je hebt een heel groot verschil in communicatie. Communicatie met bedrijven is allemaal beter. Vroeger zat er al een telefoon te zoeken. De techniek, de elektronica, is wel zo, ja, zo van gewijzigd. Dat was een geweldige opening. Er was nog een oude vrachtauto van vroeger. Rom, rom, rom. Dat geluid als, zal ik ook nooit vergeten. Ze hebben naar binnen komen rijden als een cadeau voor mijn ouders toen. Dat was best emotioneel. Ik herinner me nog bedragen tussen de 5 en 6 miljoen gulden. Dat waren echt mega bedragen voor ons bedrijf van toen. Investeerden we in een reiniging, in een tankreiniging. En voor het bedrijf was het super. Achteraf wel een hele goede zet, want dat was een toegevoegde waarde waar klanten naar op zoek waren. Altijd schone wagens op de weg. Ras-echte ondernemer. Zeer gedreven. Beetje precies. Slim. Actie. Zakenman. Belangstelling. Keiharde werken. Kritisch. Recht door zee. Open. Altijd aan het werk. Heel direct. Gedisciplineerd. Prettig. Passief. Feest. Warm. Gezellig. Lief. Een heel klein hartje. Grapjes. Aardig. Netjes. Zeer plezierig mens. Dat was iemand die precies uit kon leggen. Ook met de achteruitrijden en alles. Waar ik op moest letten, waar ik naar moest kijken. Even toch ook duidelijk te maken waarom mijn vader het dan niet meer bewust mee kan maken. Die heeft Alzheimer. Ondanks dat doet hij toch zijn woordje, bemoeit hij zich er toch mee. Dus ergens hebben wij het idee dat hij het toch nog wel meemaakt. En dat is heel mooi om te zien. En ik weet dat mijn vader toen de opmerking maakte van jongen,
Ik zie al die bedrijven investeren in die containers. Zullen we die ook maar eens een paar kopen? Want ik denk dat het wel verstandig is om dat gaan te doen. De eerste maanden, misschien wel het eerste half jaar, hebben de containers in Erp gelegen. Dat we er allemaal goed naar konden kijken, want zoveel emploi hadden we er nog niet voor. En pas later zijn we eigenlijk echt gaan begrijpen wat nou intermodaal transport is. En mijn vader zegt, ga maar eens een cursus volgen over hoe dat zit met chemie. En dan ga jij die chemietak in Amsterdam maar runnen. Ja, toen kwamen de chemische stoffen erbij, gevaarlijke stoffen. En dat gaf aan dat je heel veel vertrouwen had in zijn zoon. We waren zelf een van de eerste die gelijk zei van, nou, dan gaan wij kenbaar maken op de voertuigen. Dat onze klanten echt zeker wisten dat food en non-food activiteiten nooit gemixt konden worden. De opening, dat was gewoon een mooi feest. Alti was erg trots. Ja, de Brabantse gezelligheid werd wel over het Amsterdamse heen gegooid. René Vroger kwam optreden. Dat was heel erg leuk. In de jaren daarna hebben we natuurlijk verschillende overnames gedaan. Van de Donk, de Meulenmeester. Duitsland was wel de eerste vestiging wat verder weg. Wij zijn daar nog steeds huisleverancier van alle transport van mout. In Erp gebeurde er natuurlijk in die jaren ook heel erg veel. We zijn opslagloods gaan bouwen, we zijn parkeertreinen aan gaan leggen, we zijn de techniek gaan uitbreiden, we zijn ons kantoor gaan uitbreiden. Dus ja, dat waren de jaren waarin het vastgoed uit de grond schoot. Ja, toen heeft mijn vader eigenlijk aan de keukentafel gevraagd van nou, wat doen we? Zal ik het verkopen aan derden of heeft een van jullie interesse? Ik wilde ontdekken wat ik zelf waard was. Ben ik op een gegeven moment met mijn rugzak de wereld rond gaan reizen. Teruggekomen en heb toen de beslissing genomen om mijn eigen weg te gaan. Ik had mijn vader aangegeven dat ik wel graag het bedrijf zou willen kopen als dat zou kunnen. Peter was er klaar voor. Het is meer een formaliteit geweest als dat het echt daadwerkelijk toen verschil maakte. En uiteindelijk werd in 98 leiding overgedragen naar mij. En dus kwam er ook een andere inrichting voor het aansturen van het bedrijf. Op het moment suprem werd er een doek opgetrokken, er was geluid, licht, een prachtig spektakel. En daar kwam in één keer een prachtige Amerikaanse truck naar voren, een Camber. De stoer, echt Amerikaans. Dat was natuurlijk een prachtig moment. Ik zei van, pap, bedankt jongen, maar ik moet wel zelf betalen, begreep ik. Daar was Jumbo Tenus degene die al heel veel ervaring had op short en deep sea. En dat was voor mij een strategische beslissing om die over te nemen. Geen eigen trucks, wel eigen assets als het gaat over tankcontainers. We konden ook op een andere manier concurreren daardoor. We hebben een nieuw kantoor gezet waar we super trots op zijn, waar we inmiddels ook alweer vele jaren in zitten. We hebben heel lang getwijfeld of we het zouden bouwen. Wij waren redelijk basic als het over onszelf ging. Alles ging in het materiaal of alles ging in de techniek. Diverse locaties kwamen we allemaal in één kantoor bij elkaar. Ja, toen was ik net bevallen van Simon. En die heeft samen met zijn opa en zijn vader de eerste steen mogen leggen. En dat is wat Ad het liefste deed. Feesten organiseren. Dan was het wel het 50 jaar of het eeuwfeest. Of het 60 jaar of het 120 feest. Tot aan 65 jaar. Na de hand werd er altijd nog lekker nageborreld. Dan ging het ook vaak tot in de hele kleine uurtjes. Opening neer, opening Amsterdam. We werden samen 100. Was dat een geweldig feest. We kregen steeds meer vragen van klanten van, kun je met ons meegroeien richting het buitenland? Een periode van gegroeid worden. Zorgen dat we Europees dekking hadden. Oost-Europa zaten we nog niet, daar was silotank voor nodig. Zuid-Europa, Spanje hadden we Van Heur voor nodig. En Engeland hadden we eigenlijk al een bedrijf in Birmingham. Maar we waren nog wel die Nederlander in Engeland. Dus we hebben daar een bedrijf bij gekocht om die expansie te kunnen leveren. Er kwam heel veel volume bij. Ik denk dat we in die jaren bijna 30% gegroeid zijn. Prachtig, daar krijg je energie van. Maar dan krijg je ook groeistuipen. Ik zie dat als prettig chaotisch. De organisatie die was er niet klaar voor. We gaan pas op de plaats maken. En dat we allemaal bijgekocht hadden, eerst eens even in goede banen weg te zetten om vervolgens weer te kunnen groeien. We hebben in die periode het fundament gelegd voor vandaag. En hebben toen eigenlijk in 2007 beslist dat wat toen nog de minderheid van onze omzet was, om ons te focussen op intermodaal. Een deel van het wegtransport zal worden ingewisseld voor de boot. Of voor de trein. Ik zal het nooit vergeten, augustus 2008, die crisis intrad. We hebben denk ik al heel snel beseft dat iets is wat niet even zou duren. En dat het misschien wel eens zou kunnen leiden tot een soort van nieuwe manier van werken. Veel minder opdrachten binnen als daarvoor. Onze klanten hadden geen orders meer.
En toen heeft hij denk ik toch al een beetje de visionaire gedachte gehad om meteen ook maar 100 auto's in het weiland te zetten. In de wei, met een lintje erom. We zijn met de oude auto's hebben doorgereden tot ze op waren. Toen hebben we steeds, als er nieuw materieel bij moest of als er vervangen moest worden, hebben we het uit de wei gehaald, weer ingezet. En uiteindelijk zijn we zo prima door de crisis heen gerold. Ik ben van mening dat wij met de strategie To The Next Level echt onze organisatie klaar hebben gemaakt voor de volgende stap. In eerste instantie richting klanten willen we zeggen we deliver. De tweede is we know our business. En de laatste is we innovate. Het zou prachtig zijn als we het een generatie door kunnen geven. Ik ben Sophie. Laura. Donna. Tessa. Ik ben Simon. Ik zou heel graag weten wat mijn kinderen, onze kinderen aan doen. Ik wil het eigenlijk overnemen. En ik mag ook wel met hem samen, zei hij. En ik dacht eigenlijk gewoon dat je alleen handtekening hoeft te zetten en op het kantoor zitten. Als hij zo dadelijk iets ouder wordt en meer van snapt, dan zal hij het wel. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet wat ik later wil. Dus het lijkt me op zich wel leuk om te doen. Bij de receptionist of zo, dat vind ik wel leuk. Het lijkt me wel een hele gave kans om hier te mogen werken later. Ik wens familie van den Bos heel veel gezondheid toe de komende jaren. En daarnaast wens ik de onderneming heel veel financiële, gezonde en succesvolle jaren toe. De Koninklijke van den Bos. Proud to be 100. Veel succes en ik hoop dat het nog lang blijft staan. Heel veel goede jaren, heel veel plezier. Heel veel geluk. Heel veel succes met het behalen van de doelstellingen. Ik wens van den Bos voor de komende 50 jaar toe dat ze een goede relatie heeft met haar medewerkers, met haar klanten. Heel veel geluk. Nog veel lange jaren en veel geluk. En dat een begrip in de wereld van transport mag blijven. Ik wens alle goeds toe. Veel geluk. Heel veel werk. Op dezelfde voet doorgaan zoals het nu gaat. Door blijven gaan zoals ze het altijd gedaan hebben. De familie altijd het allerbeste. Allerbeste. Een goed voortzettend bedrijf en dat het nog lang een familiebedrijf mag blijven. Dezelfde boeiende tijd als wij de afgelopen 50 jaar gehad hebben. En dat we nog heel veel mijlpalen met elkaar mogen beleven.